Boels en beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video wil ik even kijken naar Bitcoin, Ethereum. Ik kijk nog even naar Litecoin, ADA, Solana en Oasis Network. Dus vind je dit allemaal leuk, geef zeker een dikke like. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan eventjes. En voor alle nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Ik zit op de 3000, ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. Hartstikke bedankt. Uh, ik ben ook op Patreon begonnen, dat is ook de sponsor van de video. Daar begin ik like eventjes mee. Vanochtend weer een livestream gehad uh, met Masters en Elites. En dit is een beetje de inhoud wat daarin voorkwam. Eventjes last gehad van slecht geluid en ook een ander onderwerp. Maar het was weer hartstikke leuk en het zat vol. En uh, ja, vind je dat leuk om bij te wonen? Kijk dan even in de beschrijving van de video staat een linkje. En daar word je doorgeleid naar uh, Patreon. Kun je een account aanmaken? Kun je even wat dieper misschien kijken? En uh, als je vragen hebt weet je mij te vinden. Onderhand al meer dan... Uh, ja, meer dan 184 onderwerpen of coins of trade ideeën uh, waar, wat het meteen openbreken als je lid wordt of als je member wordt. Dus je kan gelijk ook wel wat bestuderen. En uh, ik heb er eentje van 50 euro per maand en eentje van 100 euro per maand. Uh, vind je het leuk? Hartstikke bedankt daarvoor. We zijn nu met z'n 15 uh, ik, ik vind het hartstikke leuk gaan. Ik krijg ook hele leuke feedback. En uh, iedereen leert er hopelijk va wat van. En uh, daar vind je mij terug voor dieper, diepgang in de coins. Hier natuurlijk ook wel op uh, YouTube. Maar daar probeer ik je echt laten zien hoe ik het bouw en hoe ik het doe. En probeer ik je natuurlijk ook veel meer coins te geven. Zoals vanochtend uh, waren er waarschijnlijk weer meer dan 30 coins in één video. En dan krijg je bij de Elites krijg je er twee per week, en bij de Masters één per week. En dan nog allemaal extra's. Dus staat een linkje van in de beschrijving. Ga er even naartoe. Nu weer even Bitcoin. Bitcoin die blijft weer sideways gaan. Als je, als je het eigenlijk groot bekijkt. dan ben je sideways aan het gaan vanaf. een beetje einde januari. Want hier breek je doorheen. Je gaat naar die target. en je blijft hier een beetje, door, een beetje tussen hangen. Waar Litecoin hier naar beneden ging. naar die groene moving average. Kom ik straks even op terug. Blijft Bitcoin hier wat hoger hangen nog. Dus misschien kunnen we nog wat meer downside verwachten. We zijn door die blauwe moving average heen gegaan, dus dat is op zich een best belangrijke. Maar we hebben nu in ieder geval dit weer als support wat ons kan opvangen. Dat is een beetje die 21, of tenminste, dat is de 21.400. En mocht dat daardoor breken, dan zou ik je goed opletten op die daily, op de 100 uh, moving average. Dat is bij mij de groene. En daaronder heb je natuurlijk nog de rode die je kan opvangen. En dat zit nu een beetje tussen 19.600 en de, ja, de 20.000 dollar. Daar wil je nog steeds support houden, mocht je dit uh, naar beneden gaan breken. Ik gaf bij Patreon ook al van de week voor, uh, of Eigenlijk was half zondag volgens mij. Dat was een beetje een, het leek een beetje een beervlak te worden. Bleef we uh, lower highs en lower lows creëren. En daarna kwamen we in die beervlek patroon terecht. En daarna hebben we een gigantische, of tenminste, een goede drop naar beneden. Het liefst ga je natuurlijk veel, veel dieper naar beneden. Tenminste, voor een entry. Nog liever als je gewoon erin zit voor de lange termijn, blijf je hier het spoor houden en dan komt het verhaal terug wat ik net vertelde. Maar als we dan nog veel dieper gaan, dan hebben we natuurlijk hier bij die 20.000 dollar al een groot square-up. En hier en hier tussendoor ook nog wel wat square-ups en het risico wat ons kan terugbrengen. En 80% van de keren gebeurt dat. Uh, ik probeer dit heel eventjes weg te halen, maar dat gaat niet zo snel als ik wilde. Uh, dus dat is mijn kijk op Bitcoin. En mijn Bitcoin-kijk is nog steeds dat ik die target van 27.500 dollar heb bij die 0.5 uh, uh, hier. Dit is weer een kleiner plaatje. Ik ben even door de werk ik heb hem steeds vanuit daar. Maar de 0.68 heb ik hier op de 30.500 dollar. Dat kwam overeen als je daar iets meer uitzoet Op dat plaatje van waar je in het gedeelte in, even kijken: 21.000, uh, 2021, 21.000. ...bij 2021 het support vonden om die altijd High te vinden en hier brak je ook doorheen. Je vond de support, of tenminste je moest daar support vinden om weer een high te maken. En nu ben je eronder gekomen, dus dat kan echt wel flink resistance geven. Dus vandaar ook dat Fibonacci hem eruit levert. Ik bedoelde net deze targets, want dan ben je eventjes boven die 0.26 gekomen... ...en dan kun je gewoon hier het support houden en dan verder gaan. En dan heb je hier die 0.382 bij de 27.500 dollar. En dan heb ik het kleine plaatje vanuit die mei kendel gemeten, waar we heel veel targets krijgen. Daar hebben we nu dus bij de 0.5 mochten we één level hoger gaan. En hier het support vinden. En die levels lager, wat ik net vertelde over die squares, dat hou ik natuurlijk ook in de gaten. Als je weet wat je doet, dan is er eigenlijk niet zoveel aan, want dan zit je aan beide kanten wel goed. Niet dat je altijd alles moet hatchen, maar je moet ook vooral voorbereid zijn natuurlijk. Uh, dat is mijn kijk op Bitcoin. Ik zit zelf even tussendoor al vanaf 2013 in de crypto. Mocht je nieuw zijn, ik uh, trade en investeer er al een hele tijd in. Heel veel... Uh, ik denk wel een stuk of vier, vijf jaar geleerd en ook wel getest... Uh, met een Amerikaans team. Heel veel van geleerd. En daarop baseer ik nu eigenlijk al mijn kijken aan. en natuurlijk ook mijn ervaring op. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. Uh, Ethereum. Ethereum heeft ten eerste ook een kraken week even eruit halen tot de 700 dollar. Dat is ons risico voor onze loop -low. op dit gedeelte. We zijn nu uit die move gebroken waar we al een jaar in vast zaten. Zijn we goed uitgebroken met goede candles. We blijven hoog hangen. Hier zie je eigenlijk een beetje een box. Kom ik straks even op terug bij een andere coin. Maar hier zie je hem eigenlijk doorheen breken. Je blijft hoog hangen. Het range hier zo tussen. Tussen die, die 6 en die 0.382 op de Fibonacci. Vanuit weer die mei candle en het geld wat hier uitbreekt. Dus dan heb je weer een mooi level. Als ik dan verder ga kijken, dan heb je hier dat level wat ik net op de 0.6 en 8 bij de uh, Bitcoin eruit had gelegd. Dat is wat lager in dit gedeelte, want hier vind je een beetje dat support door de Altum high te maken. En dan val je hier tegen de resistance en moet je erheen breken om hier deze high te maken. En dat ligt bij hier bij die 0.5, weer dat kleinere plaatje. Het grotere plaatje geeft je weer deze. En dan zie je weer dat je bij die 0.382 komt. Best wel vergelijkbaar. Maar nu hebben we deze, hebben we iets meer targets? Want daarboven zit nog een eh, 0,6 en bij de 2195, 21, 2200. Ik denk altijd in zo'n, dus ik hoef het niet zozeer precies op dit soort getallen te treden. Het zou mooi zijn als het exact daar komt op de tijd dat ik erachter zit. Ik hoef niet ook alles te automatisch te doen. Het is ook allemaal geen financieel advies, maar meer mijn, mijn kijk erop. Maar mocht het hier dus dat support houden hoog in die box, wat het dus wat sterker laat zien. Dan kunnen we best wel een ruimte breken. Als ik dan heel even snel ga kijken die ruimte en dat terug ga vertalen naar de Bitcoin kant. Want we kunnen hier nog even naar beneden gaan. Maar vanaf de prijs van nu naar beneden kan van die box is 7,5%. Dat is dus tot en met die 1460 ongeveer. Als we vanaf de prijs gaan groeien naar, die, naar dit level, naar die 0,5 of die 0,382 uh, op het grotere plaatje. Dat is een 24%, 25%. Deze is wat belangrijker, die en8 op het kleinere plaatje. Dan heb je het over 39% tot en met hier. Heb je het over 65%. Als ik dat dan weer terug ga vertalen naar de, bit, of de Ethereum tegenover Bitcoin. kan. Dan heb ik meer. Mijn bias is meer dat we hier iets belangrijks zijn gebroken. Hier een stukje voor de gek houden. Daarom ook een lower high creëren op dat gedeelte. En wellicht nu een lower low gaan creëren op dit gedeelte. Maar wellicht gaan we hier boven blijven hangen. We blijven die bovenkant testen en hebben we nog een stukje over om te groeien. En dan heb ik ook nog mijn VIPS daar staan. Maar het hebben een beetje over een 25%. En nu ben ik die andere even kwijt. 25% is waarschijnlijk gewoon weer deze high testen, zoals je kunt zien. Die 0,68 op het hele grote plaatje vanuit 2018. En dan dit stuk, 47%. Ik ben het gewoon even vergeten. Maar in ieder geval dan hebben we die ruimtes eronder. Deze ruimte eronder is minder leuk. Laten we dat ook eventjes. Want dit is voor je satoshis of voor je lange termijn bitcoin als je hierin zit ook niet leuk. Even weer deze trendlijn aantesten. Is 14,5% naar beneden en deze square op terug testen. Tussen de 14,5 en de 20% ongeveer. Hier naartoe. Want op zich als je hier een low low gaat creëren. Dan breek je ook deze trendlijn die je al uh, een aantal jaar vasthoudt. En dat kan zomaar eens een keer gebeuren natuurlijk. Want je ziet hoeveel resistance het krijgt. Blijf maar de boven resistance pakken. Het komt er niet boven. Het vindt niet zijn kracht. Om een higher high te maken. Dus het kan wel eens een keer gaan falen. en door deze trendlijn gaan breken. En dan kun je weer licht weer hier naar beneden gaan kijken. Of dan ga ik naar mijn targets kijken vanuit de Fibonacci-reeks hier beneden. Dat ga ik natuurlijk weer dieper in op Patreon. Link hier in de beschrijving. Dat is even mijn kijken op Ethereum. En ik weet nou heel even snel niet of. Ik, ja, ik heb wel de targets natuurlijk van Ethereum aan de bovenkant laten zien. Het risico is als die onderkant 7,5% wat je dus nog kan dalen. Je zit een beetje nu ertussenin te bungelen. Je zit er nu van heel ver af. Ik kom even wat dichterbij. Zie je hier ook, die rode Moving Average en de groene. Dan komen we hierna even terug op Litecoin. Hier heb je die groene. En die komt eigenlijk, ja, het vloeit bijna samen met deze VIP en de onderkant van die box. Dat zit dus tussen de 1430 en de 1470. Laten we dat even zo houden. Mooie range. En als je daaronder komt, dan weet ik wat ik moet doen. Dan gaat het gewoon door mijn stable los heen. Uh, dan wil ik naar Litecoin gaan. Want ik heb het idee dat die een beetje voorloopt op de rest en... Dat wil ik je ook een beetje laten, tenminste dat ik wil ik je ook laten zien. Waar je Bitcoin en Ethereum, eigenlijk dit plaatje nu zit, voor dan moet ik me heel even zoeken, vanuit deze leg. Maar ik kom daar straks even op terug. Bij, bij Bitcoin en Ethereum zit je net als hier, ben je door die blauwe moving average op de daily heen gekropen. En hier zie je dan uh, Litecoin, zie je hier ook net dat het hierboven komt. Boven die rode moving average zie je Litecoin hier op die groene moving average support vinden, dus misschien is dat een kijk voor je Bitcoin en Ethereum. En daarna zie je die move maken, dus ja, en Litecoin is al een stukje hoger. En nu zie je Litecoin weer die blauwe moving average spreken op de deling belangrijker. Vaak in die bullish moves willen die boven blijven, dus wellicht krijgen nu wat meer downside. Het heeft ook een belangrijke target gegeven, die 0,382 bij de 105, 106 dollar. Kwam het hier net niet daarvoor bij de 101, maar ik weet dan ook wel wat ik moet doen. Want wat ik net al zei, ik kijk niet zozeer precies naar deze cijfers. Dus ik denk, ik kijk meer naar de zone waar het in komt. Dus gaandeweg weet ik al wat ik moet doen. Maar nu valt het naar beneden en dan ga je eigenlijk bekijken naar het level waar je support wil vinden. Het support, als je gewoon support en resistance zoekt, is hier krijg je support uit die laatste move. Dat kwam dus vanaf die 65 dollar tot 60 dollar. En hier vond je als laatste dat er goede resistance. Je maakte een move, je vond de resistance tegen die 0,26 bij de 81 dollar. En je vond die reactie. Daarna moest je er weer doorheen breken. Je brak er best wel makkelijk doorheen. Toch weer even opzoeken en daarna verder groeien. Dus je vind, wil hier weer bij die 81 tot en met de 85 dollar support vinden in deze zone. Om wellicht een keer hoger te kunnen gaan. Dan heb ik die 0,68 bij de 145 dollar en de 0,76 en, en de 0,83 bij de 173 tot de 180 dollar. Dat is nog even mijn kijk op Litecoin en Bitcoin en Ethereum. Dan een aanvraag. Ik kreeg een Rosé-aanvraag. En die heb ik hier. En Rosé laat wel wat mooie downsides zien. Bij Rosé ben je ook al bij die rode Moving Average. Dat is op zich een mooie plek om jezelf achter te kunnen verschuilen met de stop los. Het liefst wacht ik nog wel misschien iets langer. Want dit kan misschien die eerste breakdown zijn. Uh, en daarmee terugtesten van die breakdown. En dan nog een lower low gaan creëren. Probeer daar weer met je Fibonacci daar achter te komen. Als ik gewoon vanuit het boekje ga doen, dan kom ik achter deze reeks. En dan zie je dus dat je hier die 0,6 en 8 hebt bij de 5,3, 5,4 dollar cent. En anders bij de 4,5, anders bij de 4,2 dollar cent. Ik had toevallig ook van de week een live video. Die had ik even verkeerd opgenomen. Dat was voor de elites bedoeld, maar die was opeens openbaar. Dus kijk die video eventjes terug, dan zie je een beetje hoe het in het begin gaat bij Patreon. Maar goed. Dit laat ik ook weer meer over voor Petri. Maar je maakt hier dus een mooie downmove. En in principe ga je nu naar levels waar je ook al support krijgt. Ik, ik had ook een AR. Je hebt het nog nee, niet geraakt. Of tenminste, je bent er bijna. Maar je ziet dat je hier wel het raakvlak hebt. Je hebt hier support gevonden. Een beetje support komt weer even onder. Als je eronder komt weer even testen die bovenkant. Is dus het opeens resistance, resistance. Kom je weer boven. Vind je er net niet precieze supporten, maar wel in een beetje die zone En een gigantische support. En daarna val je weer naar beneden. Weer dat support vinden op het level, een kleine move. En weer eronder komen terugtesten. En je breekt opeens die bodem. Daar weer boven komen en weer resistors vinden. En dat level ligt een beetje tussen die 5,3. En waar je dus net die 0,6 en 8 had. En de 5,6 dollar zijn. Mooie zone. Als ik dan ga kijken naar targets. Want. In principe was deze ook wel mooi. In dit gedeelte hebben we ook een mooie target gehad. Want in dit gedeelte gaf we twee targets. Eh, zonder een beetje fine-tunen. wellicht moet deze high nog een, eh, echt wel een stuk -fine tuned worden. Dan ga ik weer verder op in de Patreon. En ik doe het natuurlijk nu snel. Maar in deze move naar beneden hebben we deze targets. En dan had je hier een mooie target gehad. En hier ook nog eens. Dus dan kon je winsten pakken. En zonder dat iedereen het wist. Wij weten ook niet of het dan hier naar beneden valt. Maar dan valt het naar beneden. En dan heb ik in ieder geval mijn winst gepakt. En dan valt het door mijn stop los heen. Als het nog veel lager gaat. En dan kunnen we hier in de, op de bodem misschien weer wat proberen. Een beetje agressief. Het laat nu weer voor de eerste keer geld zien. Dus nu wordt het uh, verstandig geld iets meer geïnteresseerd. Je bent ook meer boven die moving average's aan het werken. Dus hopelijk vinden we nu dat support. Hier bij die 5,3 dollar cent of bij de 5,6 dollar cent. Om weer naar die 0,62 te gaan. Of ik heb hem nu even niet goed. Daarom, die moet ik wel weer even goed doen. Om weer naar die 0,26 te gaan. Waar je hier dus dat resistance vond. Dat lag bij die 8,4 dollar cent. En anderzijds heb ik deze target. En je ziet ook weer hoe mooi dit samenvloeit met deze uh, punten. Waar het hier resistance vindt. En hier: die 11,5 dollar cent en de 16,5 dollar cent. Dat is mijn kijk voor een C. Ik ga er altijd dieper in op Patreon. Dus vind je dat leuk? Uh, Ties, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Kom zeker terug op Patreon. Uh, ik had ook nog een Ada. En net zoals bij Ethereum heb je ook bij ADA een krakenwik. En een krakenwik heb je nu hier, bij, tot en met de 16 dollar cent, waar je hier ook de resistance vindt, voordat je die hele grote move maakte. Dus daar wil ik het liefst weer wat gaan proberen voor een investering of voor wat langere termijn. In dit gedeelte ben ik nog steeds aan het treden, want je maakt nog steeds die gigantische move down. Je vindt pas voor het eerst een beetje geld hier, een support in dit gedeelte op die uh, 23, 24 dollar cent. En nu vind je weer goede resistance. Je gaat ook lager dan anderen. Ik ga straks naar Solana, dan zie je ook gelijk het verschil. Maar dat hoeft op zich nog niet heel veel te betekenen. Dat je dan alles verliest. Je bent er weer onder die moving averages. Je pierst zelfs die groene op de daily. Dat is door 100. Je bent door die rode, dat is de 200. De blauwe is de 44 bij mij. Dus het ziet er iets minder als uit. Maar je bent nu bij dit level, excuses trouwens. Waar je vorige keer het support van. Ik probeer hem weer even eruit te halen. En dat level kan ik zelfs helemaal hier uit terughalen. Dus op zich heb je hier een mooi support level. Het liefst meet ik dat weer met mijn fermentatie, maar dat doe ik dus meer op Patreon. Als ik dan ga kijken naar de targets, want hier heeft het net niet mijn targets geheerd. Maar ook omdat we nog in die, onder die moving averages waarschijnlijk zaten, zie ook dat je daar resistance van krijgt in dit gedeelte. En dan kom je er net boven en dan vind je hem net niet. Mijn target lag bij, even om precies te zijn, een 43 of een 44 dollar cent. En je bent bij de 42 dollar cent gekomen. Als ik er dan een mooie positie heb, en het hoeft niet precies vanaf de bodem te zijn, maar en, en het gaat dan in al die weken of al die maanden, in de afgelopen twee maanden, zo'n mooie move van 72 Dan ben ik niet gierig om hier al uh, winst te pakken. Want wellicht kan ik dan gewoon op mijn positie houden, hier ergens boven, of tenminste mijn stop los vergroten. Maar in ieder geval heb ik hier weer een mooie plek waar ik en een andere wik heb gevonden. Deze wiki gaat helemaal tot en met 32 dollar zijn. Dus die 32 dollar wordt ook weer belangrijk. Dat is ongeveer 5% naar beneden. Maar daarom wacht ik liever. Want je maakt nu weer een move-down. Je test weer even die breakout-down. En hier laat je weer een square achter of een wik achter. Op, zelfs op de daily. Tot en met die 32 dollar zijn. Wellicht dat ik hem niet precies bij die candle kan pakken. En misschien dat we ook nog wel wat lager kunnen gaan. Want ik zie hier ook nog een hele grote square zitten. Maar op dit gedeelte vind je dus het support om hier naar boven te gaan. Want je maakt hier deze move, je maakt hier een hoek en je gaat. Je gaat gewoon heel netjes. Je maakt hier een beetje een mooie trendlijn. En daarna vind je het uh, resistance om deze reactie te maken. Excuse, ik zit weer op alles te drukken. Maar je hebt nog genoeg risico onder je. Uh, uh, die squarbs, dus mochten we daar het support vinden en Hoog gaan, en ik ben nu helemaal op alles aan het drukken, maar ik wilde even die personal doen. En dan heb je ook nog hier square op zelf zitten. Maar je hebt hier dus al een mooi gedeelte waar je hier het support en het resistance vindt om wellicht verder te kunnen groeien. Dus dat is een best wel grote zone: 31 dollar cent tot 33 dollar cent, ongeveer 7,5 procent. Dat is even uh, mijn kijk op ADA en die wilde ik ook tegenover Solana zetten. Dus laten we heel even nog naar de daily gaan en hem onthouden. want je ziet Solana gewoon een move naar beneden maken. En misschien dat het in percentage wel hetzelfde is. Hij vindt hier zijn top. En we hebben helemaal tot en met die wik hier beneden. Bij die 32 dollar cent, wat een target voor mij wordt. 23,6% uh, naar beneden gevallen. Als we Solana hebben, Solana, USD. Dan hebben we dus ook niet een heel sterke uh, coin, Of tenminste wel een sterke coin, maar niet heel sterk. Want het is nog niet buiten die moving averages gekomen. Maar bij Aarde ben je dus al een stuk meer naar beneden. Bij Solana zit je een beetje in een box. Want bij Aarde kun je dus echt wel een low Laat laten. we even vanuit hier tot en met daar. Bij Aarde heb je dus die lower low gecreëerd op dit gedeelte. En bij Solana blijf je dus hierboven hangen. Je maakt een move omhoog. beetje net als Ethereum, waar ik net op de wilde terugkomen. En. Je blijft boven hangen. Een pole to go up. Wat te vaak in die pole gaat, het gaat er ook weer uit. En dat staat weer best wel evenredig met deze 0,382 .38, uh, die je hier ziet, deze witte lijn. Bij de 40 dollar. Dus dat wordt mijn volgende target. Wil je targets of entries zien? Dan moet je echt bij Petri inkomen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Met de volgende target wordt een 59 dollar of een 60 dollar bij de 0,68 en een 73 dollar. Het liefst heb ik weer een downside. Een goede downside. Niet als het dan die box doorbreekt. Dan wil ik dat het weer ergens hier naartoe komt. Hier vonden we dat resistance dat we echt die low low maakten en die bodem nog een keer braken. En daarna vonden we weer resistance voor dat we hier weer naar boven braken. En dat level dat ligt bij die 14,95 dollar. Of ongeveer van die 15 dollar word ik weer geïnteresseerd. Of hier een wat hoger risico. En dan deze targets nagaan. 27,64, dollar 64, 40 dollar 59 dollar, 73 dollar. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Op Patreon te kijken. Dus de beschrijving van de video's dan allemaal linkjes. En een heel fijn weekend en heel veel succes. Ik zie jullie snel weer terug en adias.